We zijn hier op het Can Yachting Festival en dat is voor watersportliefhebbers the place to be. Hier zie je alle opvallende jachten die je volgend jaar in ons land kunt tegenkomen. De rips worden steeds groter. Op 20 meter is geen uitzondering meer. Ook motorjachten worden volumineuzer en hebben een rechte opbouw, zoals deze Nederlandse Dutch Craft. Ruimte is bij dit nieuwe concept het sleutelwoord. De open en de gesloten versie zijn een wens modulair in te delen. Een andere trend is het enorme aanbod aan katamarans, zowel in zeil als in power-uitvoering. Fijn is dat je een kan ook kunt proefvaren. Wij gingen op pad met een bijzonder klassejacht, de Riviera 39 Fly. De 20 modellen van Riviera komen uit Australië en het merk is met een enorme opmars over de wereld bezig. Het haalt natuurlijk alleen een jacht van zo ver weg als het van bijzondere klasse is. De indeling is mooi en praktisch, de constructie en de afdeling zijn op een heel hoog niveau. Maar het belangrijkste is het veiligheidsaspect. Door hun oorsprong zijn de jachten geschikt voor alle vaaromstandigheden. Dit jaar liggen de zeil- en de motorjachten in andere havens. Het transport is met veerboten en rips prima geregeld. Beeldschoon is de Nederlandse Eagle. De zeilbotenmarkt is duidelijk veranderd. Zeiljachten worden sneller of juist comfortabeler. Daarom zie je hier steeds meer katamarans en trimarans. Wij voeren ook met de nieuwe Palm Beach. Een schitterende, klassiek gelijnde telg uit de Grand Banks familie met hetzelfde niveau van afwerking. Het Can Yachting Festival is eigenlijk geen beurs. Het is meer een ontmoetingsplek voor fijnproevers die in een prachtige omgeving willen smullen van het mooiste wat de watersport te bieden heeft.